We werden net helemaal panisch geroepen door Sarah. Oh ja, ik kreeg de vraag waarom Marco vaak eet naar bed gaat. Goedemorgen, het is dinsdag. Oh, ik ben vanochtend al heel de tijd bezig geweest. Sarah had afgesproken om met Vijent te gaan spelen, maar Masha had even dubbel gepland, want die zou bij de moeder gaan helpen. En Vijent zou meegaan, maar die kon niet echt iets doen daar. Dus die heeft Vijent vanochtend gebracht, die is met Sarah aan het spelen, totdat wij straks weg moeten. We hebben die meiden toch eindelijk hun playdate. En heeft Masha eigenlijk even de handen vrij om de moeder te helpen. Dus het kwam er mooi uit. En ik heb ook iets meer mijn handen weer vrij. Omdat die meiden gewoon lekker samen aan het spelen zijn. Het is helemaal gezellig. Ik heb me opgemaakt en aangekleed. In ieder geval een beetje opgemaakt. Ik heb deze top aan van Warehouse. En die vind ik dus ideaal met dit soort weer. Het is een beetje van het tussenweer, maar dit is ook een beetje een tussenstop. Dus perfect. Broek mango en schoenen is voor dadelijk. Oh, die meiden zijn heel lief aan het spelen. En Nadine stond net met de kindjes voor de deur. Die kwamen bij Baby Body kijken. Ik heb alleen niet gefilmd net. Maar we hebben dus echt wel een hele gezellige... Baby Body! We hebben wel een hele gezellige middag gehad. Want ze is best wel een tijdje nog gebleven. Heel leuk. En wij moeten over half uurtje de deur uit. Vijen wordt over een kwartiertje ongeveer opgehaald. En dan gaan we bij mijn ouders langs en eten we. Dat is heel leuk geregeld. En dat komt me heel goed uit toevallig. Want dan hoef ik een dagje niet te koken. En ik moet ze nog afwassen. Morgen komt de monteur. Ik ben zo blij. Ik moet nog het dagdeel horen of hij komt in de ochtend, begin middag of... einde middag, begin avond, tijdverstek. Dus ik weet eigenlijk niet wat ik hoop. Ik hoop niet dat ze moeten opstaan. Jullie gaan steeds harder, dames. Maar ja, dan heb je wel wat aan je dag. Of het is uitslapen en daarna niks meer kunnen. Dus ik weet eigenlijk nog niet wat ik liever heb. Eindelijk in de auto, want waar gaan we naartoe? Opa en oma. Ja, opa en oma. Ze is helemaal blij. En ik heb stickers plakken. Ja, je hebt de stickers, wou ik zeggen. Heb je die meegenomen? Ja, heb ik. En ik heb mijn nieuwe groene kaart meegenomen. Daar denk ik ook gelijk nu aan. Welke groene kaart? Nou, je hebt in de auto een mapje met verzekeringspapieren. En tegenwoordig hebben we dat veel digitaal, maar dat vind ik niet handig. Ik wil gewoon een groene kaart in de auto. En één keer in het jaar krijg je een nieuwe, dat je auto verzekerd is. En de gegevens van jouw verzekering. En die heb ik gisteren binnengekregen. Daar is de kaart weer. Die heb je al zit? Ja. Oh, daar heb je pech. En jij zei nog, zullen er veel dubbelen tussen zitten? Toen zei ik, nou, met zo weinig zal dat wel meevallen. En daarom zei ik, wel eerst even kijken, want die kan dan weer voor het ruiken. Okay. 13? Ja, dat kan. Oh, die heb je, weet je het zeker? Ja, dat weet ik. En waar zat die? Ik denk 13. Het wel, want... Zat. Ja, ik zie hem daarboven zitten. Oh, dat is het noorderlicht, ja. Dat is 13, heel goed. En dit is, oh deze hoor, dit is een grote dan? Nee, die horen aan de andere kant. Oké, okay. Ja. Die zijn van Nederland. Die hebben we al. Ja, klopt, dat is de afsluitdijk. Oké, okay, en dit is 2. Nee, die Delta werken. Ja, ik leg hem even hier, je moet altijd even nakijken. 48. Dat de grote was van de andere kant. Die is ook van de andere kant. Dit, deze zijn kleintjes nog. Deze twee nee. Kan je nog kijken en die twee die je er al af had? 2. Hé. Hey. Daar. Ja, hebben we. Eén ook. Wij gaan lekker barbecuen. Die is al bijna klaar. Oeh, dan mag jij als eerste eten. We zijn weer thuis. En ik heb even een trui van mijn broertje gepikt. Want we gingen dus onverwachts barbecuen. En dat was best wel koud. Want het weer is niet zo lekker als dat de voorspelling eigenlijk zei dat het zou worden. We hebben Sarah net op bed gelegd en... Ik weet nog niet wat genoemd. Marcus aan proberen de konijnen verder te koppelen. Echt te grappig. Kijk, we dachten eerst dat Bodhi bang was voor Sarah. Maar... Of nee, dat Sarah bang was voor Bodhi. Toen was Bodhi weer bang voor Sarah. En nu
wil Sarah vriendjes worden. En Bodie denkt, ik kijk het even lekker. Hallo Bodie. En die gaat dus elke keer via dit randje. En af en toe gaat Sarah in dat hok. En dan gaat hij helemaal zo stiekem langs het randje. Dan denkt hij, dan zie je me niet. Gaan jullie nou eens goed vriendjes worden? Kunnen we volgend jaar een nestje hebben? Wel benieuwd hoe ze er dan uitkomen. Grijs. Nee, helaas werkt het meestal niet zo. Sarah, kijk eens bij Bodie, heel lief. Kijk, daar gaat hij weer. Denk, zie je me niet, zie je me niet. Maar hij blijft ook echt via deze kant erin gaan. Elke keer. En dan en die, hij gaat niet andersom. Wat is dat nou, Bodie? Sarah is er helemaal druk van. Ga je kijken. Waar is Bodie nou? Waar is Bodie? Waar is Bodie? Ze ziet hem niet, hè? Hij zit gewoon hier. Ja. Waar is het? Kijk, kijk, gaat weer. Maar niet door hebben. Oh, even spieken, even spieken. Heeft ze me door? Heeft ze me door? Oeh, wegwezen. Sarah denkt, hé, dit is een leuk huisje. Daar kan ik me in verstoppen. Sarah. Oh, ga je nou via die kant, Bodie? Oh, hallo Sarah. Ja, daar staat ook eten en drinken. Oh, ze denkt, hé, hier kan ik drinken. Ik vind konijnen echt zo grappig, die kop erbij. Bodie, zit je helemaal daar? Sarah denkt, nou kan ik eindelijk dat hok eens verkennen. Hé, daar gaat Bodie altijd zitten. Kan ik dat ook? Bodie gaat elke keer dan via dat randje als hij het hek vindt. Te grappig. Ben je een pestkoppie, Sarah? Je wil gewoon vriendjes worden, hè? Ik vind konijnen echt te grappig. Zou die erbij springen? Oh, ze wil zo graag vriendjes met je worden, scheet. Hij durft niet meer. Ze ging natuurlijk elke keer op hem zitten. Dat is normaal, maar Bodie denkt, weet je wat, bekijk het maar nu lekker. We werden net helemaal panisch geroepen door Sarah. Die ligt natuurlijk al op bed, maar die was niet aan het slapen. Kijk of mijn camera een keer wil luisteren, maar dat doet hij niet. Oh, toch wel. Maar die was dus bezig geweest met aan het tandje frikken. Echt een timing. Ze riep 10:30. Maar ze had hem zo losgefrikt dat het dus bloedde en die heel erg los was. Dus die heb ik er weer uit moeten halen. En nu is de tandje, als hij hem ooit scherp wil stellen. Nou, kom op camera. Stel scherp. Nou, die krijgt het idee. Hij is eruit en ze heeft zo'n gat. Dat vind ik zo schattig. Dus ik heb nu een heel blij ei op bed gelegd. En ja, ondertussen is het al over 11. Dus het heeft best wel even geduurd. Want dan wil ze hem heel graag uit. En elke keer als ik hem wil pakken, nee. Dus krijg ik hem niet te pakken. Dat ik ook denk, je loopt hem net helemaal los te frikken. En dat vind je niet eng. En dan wil ik hem pakken en gewoon het laatste stukje eruit trekken. En dat is het eng. En dan mag het eindelijk en trek je hem er zo uit. En dan is er niks aan de hand. En zeg, strek dan. Dan heb ik hem gewoon al in mijn hand. Maar goed, nog even snel. Editen nu. Marco is net naar boven gegaan. Oh ja, ik kreeg de vraag waarom Marco vaak eerder naar bed gaat. Maar Marco heeft minder avondmens dan ik. Dat sowieso. Snelle moe 's avonds. En hij staat ook nog eens eerder op. En ik kan vroeg naar bed gaan, maar ik slaap niet. En hij slaapt altijd als hij naar bed gaat. Dus of hij moet veel later en dan slaapt hij veel te weinig. Of ik ga eerder en dan slaap ik niet. Schiet ook niet echt op. En voor mij is deze tijd dan vaak wel even lekker om nog even te editen. Of nog even op te ruimen. Of weet je, dat ik gewoon even dingetjes kan doen zonder dat iets of iemand me in de weg loopt. Dus dat vind ik heel erg fijn. In het weekend gaan we wel vaker samen. Het ligt er maar net aan. Soms heeft hij wel dat hij vroeg moet opstaan. Maar als ze niet vroeg hoeft op te staan, gaan we wel vaak samen. Maar verder, omdat we gewoon hoe wij onze tijd ook verdeeld hebben. Qua planning komt het gewoon vaak zo beter uit. Want als we dan tussendoor samen wakker zijn, dan
hebben we gewoon echt tijd samen. En dan doe ik mijn dingen daarna. En anders wil ik die dingen doen als we tijd samen hebben. Dus ja, nu doe ik die dingetjes daarna. En dan lig ik ook niet wakker in bed. Hij gaat niet te laat naar bed. En dat komt het beste uit. Dus ik hoop dat ik die vraag daarmee beantwoord heb. Ik heb trouwens nog steeds mijn geleende trui aan. Ik vind de kleur trouwens wel leuk. Ik heb deze kleur echt lang niet meer aangehad. Goed, ik heb een mailtje gekregen. En de monteur komt natuurlijk heel vroeg. In ieder geval tussen 8 en 1. En dat vind ik heel vroeg van de vakantie. Want dat betekent dat ik gewoon om 8 uur klaar moet staan. En dat vind ik best wel een dingetje. Ja, in de vakantie. Waar we gemiddeld ergens tussen 9 en half 11 volgens mij het liefst uit ons bed komen. Maar goed, zometeen dus op tijd mijn bedje in. En nu is het heel donker in mijn beeld. Blub, blub. Dit is iets beter. Is het tijd om toch nog een keertje redelijk op tijd naar mijn bed te gaan. Hopelijk de enige dag in de vakantie dat ik echt tijds op moet. Maar ik ga dus lekker slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een leuke reactie en een duimpje omhoog achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneer hieronder. Vind ik helemaal leuk als je dat doet. En ik hoop je natuurlijk morgen weer te zien. Doei doei!